Welkom terug allemaal, dit keer een, uh, een korte update, zoals er al een aantal gepasseerd zijn, dit keer rond uh, Lightroom. Ik heb een tijdje terug beloofd dat ik een, uh, een reeks over Lightroom zou uh, opstellen, dus een, een drietal video's rond Lightroom, waarbij de eerste gaat over het, uh, het importeren en beheren van uw foto's in Lightroom. De tweede zou gaan, of beter die, die gaat, want die, die, die staat momenteel al, al online, ook de tweede. En die zou gaan over um, het bewerken van foto's in Lightroom. Dus eigenlijk uh, de typische dodge en burn. Dus doordrukken en tegenhouden technieken en dergelijke meer. Recht en kroppen. Uh, Belichtingscorrecties en dergelijke. Dan uh, een derde deel zou gaan. En dit deel staat nog niet online. Maar het is wel al klaar. Het zal uh, normaal gezien dit weekend on online komen te staan. Het derde deel zou dan gaan over het delen van uw foto's. Dus het delen via sociale media, een website en dergelijke meer. Het online delen van uw... Foto's, wat een belangrijk deel is van uh, fotografie. Zeker als je feedback wilt uh, krijgen. Nu, ik had drie delen beloofd. Er gaan er uiteindelijk vier worden, maar het laatste deel zal opgesplitst worden in twee delen. Dus ik zal een deel maken rond het, of beter, het is al gemaakt. Ik zal een deel online plaatsen. Het eerste deel over het delen van foto's via Flickr en Facebook, sociale media dus. En dan komt er nog een, uh, een, een uh, 3B, of, of een vierde deel. Online dat gaat over het delen van foto's via uw eigen uh, website. Het is trouwens heel slecht weer vandaag. Ik kan u dat heel even laten zien ook als, ge, als u dat interesseert. Achter mij als het goed is, zie je de regen. Nu op zich, uh, heel slecht weer. Maakt wel uh, veel mogelijk voor uh, of, of maakt een, een interessante scène mogelijk voor straatfotografie. Dus Regenweer is zeer interessant voor straatfotografie, omdat er binnen straatfotografie er zijn er heel veel mensen die aan straatfotografie doen. Het is heel hip, um, het wordt aan alle kanten gedaan. En dan is de, de truc is om iets te vinden wat uh, niet iedereen doet. En dan denk je dat in de regen gaat staan met je duurdere materiaal of zelfs met je goedkope elektronische materiaal, dat dat in veel gevallen uh, niet gedaan wordt. En dan is dat uh, zeker een mogelijkheid om. Om daar iets unieks te creëren. Sowieso ook. Uh, slecht weer zal ook altijd interessante omstandigheden uh, creëren: mensen die schuilen voor de regen, mensen die paraplu's hebben, mensen die in plassen lopen en dergelijke meer. Nu terug naar Lightroom, dus uh, de laatste twee delen, een van de laatste twee delen, komt het weekend online. En dan zou ik ook nog een, um, een kleine mededeling willen doen rond Lightroom. Dus de Photoshop, uh, Adobe Photoshop Lightroom applicatie op uh, Android, die beschikbaar is op Android, die heeft sinds uh, een van de laatste updates heeft ook de mogelijkheid om foto's te maken in uh, RAW-kwaliteit. Ik zal daar ook een aantal, uh, op termijn zal ik daar zeker nog een demo van geven, ook een video met een demo daar rond, want dat is een zeer interessante optie. Dat betekent dat je telefoon, je smartphone, dat je daarop foto's kunt maken, die in plaats van een JPEG opgeslagen worden, in RAW opgeslagen worden. En dus dan kun je natuurlijk... Uh, uh, echt het, het maximum halen uit je uh, sensor. En de praktijk van zelf dat je iets meer dynamisch bereik zult hebben daardoor. Maar goed, alle beetjes helpen, dus uh, dat kan zeker interessant zijn. En dan uh, een laatste mededeling rond Lightroom. Is dat uh, momenteel als je een aankoop doet van een Wacom tekentablet. Dus dat zijn van die tablets die je aan je computer kunt verbinden. Waarmee je dan... Uh, Kunt gaan uh, met penseelstreken en dergelijke werken op het tablet, die dan naar Photoshop of Adobe Lightroom vertaald worden. Als je nu een Wacom tablet koopt, voor een aantal modellen krijg je gratis een één jaar lange uh, licentie voor Adobe Lightroom. Dat is iets ter waarde van 144 euro, inclusief btw ongeveer. Dus dat is zeker de moeite om, uh, zeker als je sowieso al Lightroom wou aanschaffen of sowieso al een tegentablet wou aanschaffen, een van de twee, is zeker de moeite om voor die combinatie te gaan. En Wacom is uh, op, op, op vlak van tekentablets is Wacom een van de, ja, is eigenlijk marktleider, denk ik. En dan zijn we rond voor de kleine update. Ja, nee, misschien nog een laatste update voor de mensen in België. De mediamarkt heeft dit weekend opnieuw de Weg met de BTW-actie. En uh, als je op zoek bent naar een, een fototoestel, is het zeker de moeite om daar eens te passeren ook. Ik weet onder andere de prijs van de Nikon D5200 crop camera. Uh, Speedreflex met de standaard 1855 VR lens die is nu rond de uh, 404 euro dus dat is uh, zeer goedkoop dat is nog iets van 80 euro goedkoper dan de, de goedkoopste webshops en uh, dus ongeveer denk dat je als je tweedehands kijkt voor een D 5200 body enkel uh, body dus zonder lens dan zit je ook al rond de uh, 350, 380 tegen de 400 euro is bijna dezelfde prijs dus als je toch overweegt van een crop sensor digitale camera spiegelreflex aan te schaffen, dan is deze zeker een interessante optie. En op een aantal andere camera's zal er ongetwijfeld ook uh, uh, een grote korting uh, te vinden zijn in Mediamarkt. Dus, al in daarheen. Ik ben trouwens niet gesponsord door Mediamarkt, ook niet door Adobe, ook niet door Wacom. Dat zijn gewoon tips die ik u meegeef, in de, in de hoop dat jullie daar uh, iets mee kunnen doen. Bedankt voor jullie aandacht en tot, uh, tot de volgende keer.